wegen. Dat staat hier. Oh, iedereen gefeliciteerd. Ja. Ja. Nogmaals gefeliciteerd. Ja. En welkom aan boord. Oké, dankjewel. Je bent een pilot tegelijk. Ja. Ja. Mag ik een persvraag om voor de meneer Obama? Dankjewel. Welkom aan boord. Pardon hoor. Ook gefeliciteerd. Prachtig lied. Lopen, lopen, lopen. En, president, wat vind je ervan? Geweldig. Straalt rust uit, zekerheid, goede sfeer, goede muziek. Dat is Suriname Airways. Ja. Ja, ik ben blij de blije gezichten weer te zien. Ja, die hebben gemist de afgelopen jaren. Ja, we zagen alleen maar buitenlandse gezichten. Exactly, met de Suriname spirit, Suriname lobby. Weet je wat ze hier hebben gemist? Thank you.
Mag ik iets vertellen, meneer president, voordat hij vertrekt? Ik ben in ieder geval bijzonder verheugd dat we trajecten van gezond maken, het redden van SLM in feite goed uitzetten. Je ziet de resultaten. Eerste toestellen ze komen, tweede toestellen ze komen, binnenkort een derde toestel. Dat komt, de opdracht is gegeven aan RVC en directieteam. We moeten uit die rode cijfers. Er is nog een zware schuld. En inderdaad hebben we voor uitdaging gestaan hoe SLM te redden. Enerzijds als staat dat je niet mocht lenen. Twee, je mocht niet subsidiëren in het kader ook van het IMF-programma. Maar toch een SLM daar dat gered moest worden. Met veel inventiviteit, creativiteit, soms in de late uurtjes van de nacht zitten met directie en RVC oplossing zoekend, zijn we eruit. En ik moet, helaas heb ik dat net niet kunnen doen in mijn toespraak, maar zeker ook andere parastatale bedrijven waarbij ik zeker noem, vandaag Grazalco, dat ondanks die uitdagende positie van Grazalco, hoe Grazalco heeft meegewerkt om mijn zuster parastatale te ondersteunen. En je ziet het, namelijk dat wij op dit moment geen subsidie geven. Maar de opdracht is wel, je hebt nu een prachtige positie als land om toerisme aan te trekken. Maar je hebt ook een Surinaamse samenleving die ook graag goedkoop wil reizen. Maak er goed gebruik van, werk internationaal, bied pakketten aan. Er zijn zoveel destinaties die je kan geven aan de Surinaamse samenleving na een COVID-periode. En ik heb de overtuiging dat ze dit ook gaan uitzetten. En ik heb net aan de directeur gevraagd, kijk of er goedkope pakketten, zonder dat SLM verlies hoeft te leiden, kan aanbieden aan de samenleving voor de regio, als Curaçao, als Aruba, als Trinidad, als Barbados, Bahamas, noem maar op, in onze eigen Caribische regio moet kunnen. En ik denk dat de Surinaamse samenleving ook na vandaag meer geloof zal hebben dat SLM uit de diepe crisis al eruit komt, maar er is nog een traject af te leggen. Hoe groot is die schuld nog? Het is nog steeds rond 75 miljoen. Waar is die opgebouwd? Gaan wij dat ook nog horen? Kijk, er zijn zoveel schulden genomen door de vorige regering ten behoeve van SLM. We zijn nu bezig met een schuldpositie van SLM met een commerciële bank, waarbij niet eens een overeenkomst te vinden is. Waarbij een lening met een telefoon is gepleegd door de vorige minister van Financiën. Het gaat om miljoenen. En zo hebben we een overeenkomst gehad met een andere luchtvaartmaatschappij, die Boeing. Met een heel gecompliceerde lening met staat als garantie. De staat heeft staatsgarantie gegeven. Ook dat is opgelost. Die schulden met de andere buitenlandse maatschappijen, die worden opgelost. Ja, we hebben een paar rechtszaken. Die worden ook goed aangepakt. Maar net wat de directeur gezegd heeft, met het schuldherschikkingsplan van SLM hebben ze ongeveer 20 miljoen US dollar kunnen besparen. Maar natuurlijk zijn nog lopende schulden, maar we gaan door. Er moet een totale reorganisatie komen. Ik heb net aangegeven, de rechtspersonen zijn er. En die gaat in de tweede fase allemaal geïmplementeerd moeten worden. Set business wat betreft lodging, hotel, apart. Laat daar een sterk managementteam draaien met een goed beleid, goed pakket. Tegelijkertijd dat wat SLM een dochteronderneming heeft, Matchway voor in het binnenland, ga commercieel opereren. Breng die investeerders en laat dat commercieel gedraaid worden. Bied pakketten aan, naast vliegticket, maar ook toeristische pakketten. Dat is de richting waar het moet gaan en sterke bezuiniging. Dat moet allemaal gebeuren. Maar nogmaals, net zoals Wasland uit de diepste van de crisis al eruit zijn, is denk ik ook SLM. En ik ben bijzonder blij dat we vandaag dit resultaat aan de samenleving kunnen presenteren. Directeur.
Hoeveel kost dit vliegtuig? Ja, ik kijk natuurlijk, wil je niet de bedragen noemen. Dat is niet ethisch. Er zijn bedragen die genoemd worden in een overeenkomst. Dat zijn confidentiële zaken. Maar ik kan u zeggen dat hij voor een heel goed tarief aan ons is aangeboden. Laat me dat daarmee verwoorden. Hoe lang gaan we erover doen om hem af te lassen? Nee, dit is een lease vliegtuig, dus we betalen de lease per maand. En dit vliegtuig is ons aangeboden onder heel goede voorwaarden voor de SLM. En is het zo dat we in één keer horen dat dit vliegtuig ergens aan de grond blijft staan omdat het niet betaald is, de lease? Nee, daar werken we aan. Hè? En dat is ook wat we hebben laten zien de afgelopen 6 maanden, 8 maanden. We staan er vanaf augustus te trekken aan die kar. En we hebben beloofd dat wat wij op het schema plaatsen om te vliegen, dat we dat ook zullen doen. Dat hebben we tot nu toe kunnen doen. En dat is met, laat maar zeggen, prudent beleid. Laat me het daaronder plaatsen. En is er een ander bestuur, een president-commissaris? U bent de nieuwe directeur. Heeft u nog contact gehad met de ex-directeur, meneer Paul de Haan, om te kijken, moesten dingen worden overgedragen? Hoe zit het met RVC? Nee, laat me zeggen dat de overdrachten van zaken hebben plaatsgevonden. Dat is al vanaf augustus vorig jaar een feit. En ik zeg dat ook de wisseling van de wacht binnen de RVC heeft plaatsgevonden. Dat heeft allemaal bijgedragen dat wij nu hier staan. Omdat natuurlijk de samenwerking, laat maar zeggen, een hele goede is. Waarbij we niet altijd met elkaar op één lijn zitten, maar wel bij discussies en door discussies te voeren met elkaar uiteindelijk samen een besluit kunnen nemen hoe we verder gaan. Het gaat regenen, ja. Waarvoor zal dit vliegtuig worden ingezet? Dit vliegtuig is voornamelijk, als je kijkt naar het formaat ook van het vliegtuig, dat is een widebody vliegtuig en die gaan we voornamelijk inzetten. Daarvoor is hij ook naar de lange afstandsroute, om het maar zo te zeggen, voor Surinaamse maatstaven. En dat is de vlucht Paramaribo-Amsterdam voornamelijk. Wat zou je willen zeggen aan mensen, aan burgers, die bijna geen vertrouwen meer hebben in de SLM of te laat of niet verschijnen of... Wat zou u als directeur willen zeggen om de mensen toch weer te motiveren en geloof te hebben in eigen kunnen? Kijk, natuurlijk begrijpen we helemaal als er een beetje, dat mensen een beetje twijfelachtig zijn van tijd tot tijd. Ik denk dat wij ze proberen over de streep te trekken om toch wel het vertrouwen te hebben in de SLM. We hebben, zoals ik daarnet zei, vanaf augustus beloofd. Wij zeggen wat wij doen en wij doen wat we zeggen. Dat betekent wij zullen nimmer loze beloftes maken en zaken voorhouden aan mensen, ook aan het reizend publiek niet, wat we niet kunnen waarmaken. Wat wel zo is, is dat wij met de ondersteuning natuurlijk van de RVC, maar ook de regering die achter ons staat, maar ook de reisagenten en het reizend publiek, en ik kan u zeggen, het is niet iets is geweest dat patsboom uit de lucht is komen vallen. Ik kan u zeggen dat wij een gestadige groei hebben meegemaakt vanaf augustus vorig jaar. Waarbij wij zien dat het vertrouwen zich aan het herstellen is. En zeker tegen de mensen die we nog niet zo ver hebben kunnen krijgen. Ik wil ze graag uitnodigen met de SLM te komen vliegen. Zeker onze Surinamers en onze diaspora Surinamers. Dat we die mensen aan boord krijgen. Maar ook gewoon alle reizigers die Suriname willen bezoeken. Dat is eigenlijk ook waarvoor de SLM staat. Suriname bereikbaar houden. En daarmee ondersteunend zijn. Naar, laat maar zeggen, welvaart en welzijn voor Suriname. En ten aanzien van de ITD'ers. Vroeger had je heel veel gratis, bijna gratis tickets die werden verstrekt door de SLM. Daardoor zijn ze ook, heb ik begrepen, in de rode cijfers gekomen. Wat is uw beleid op dat gebied? Ja, ik laat maar zeggen, IPB is een bekend fenomeen, een bekende indienplaats beschikbaar. En dat is een faciliteit die luchtvaartmaatschappijen bieden aan hun personeel. En ik kan u zeggen dat je daarmee je personeel gemotiveerd houdt. Aan de ene kant kan ik zeggen, het is niet waar wat men zegt dat mensen gratis tickets krijgen. Want een IPB-ticket kost je al gauw een paar honderden aan dollars. Dus daarvoor moet je natuurlijk ook geld hebben. Als we kijken naar de situatie om ons heen, dan wordt er door de SLM'ers, ik denk, redelijk tot redelijk weinig gebruik gemaakt van IPB. Omdat je daar natuurlijk, wat ik zeg, een ticket hebben en een ticket bemachtigen is niet alles. Als je naar het buitenland vertrekt, moet je nog andere kosten kunnen dekken. En het IPB reizen heeft ook nog andere zaken. U begrijpt het, wanneer er periodes van lage bezettingen zijn vanwege periodes, laag seizoenperiodes, dan hebben IPB'ers de mogelijkheid om te reizen. Dat heeft ook een ander doel.
de load factor, waar men zo prat op gaat natuurlijk in de wereld. Men kijkt naar de bezettingsgraden op jouw vliegtuigen. Ik zou zeggen, ja, ik zou niet willen vliegen met 12 betalende passagiers in zo'n groot vliegtuig, maar dat geeft een heel verkeerd beeld over jouw maatschappij. Dus dat is ook een doel van het IPB. Dat jouw personeel, je houdt ze gemotiveerd, ja, want ze hebben een faciliteit die niet ongebruikelijk is in de wereld van luchtvaart. Ja. En daarmee natuurlijk heb je ook de load factors opboosten naar een bepaald niveau. Omdat niemand, geen enkele IPB'er gaat gratis aan boord. Is het lease met de mogelijkheid om te kopen? Is het een lease overeenkomst dat je dus uiteindelijk kan overgaan tot koop? Nou, nee. Laat me zeggen, de kleinere luchtvaartmaatschappijen hebben. En we noemen ons nog steeds bij de kleinere luchtvaartmaatschappijen. Wie weet in de toekomst. Maar dan ga je over tot lease van vliegtuigen. Het kopen van vliegtuigen kan natuurlijk ook. Maar daar willen we eerst werken aan een zekere mate van stabiliteit binnen een organisatie. Waarbij ook jouw mogelijkheden om financieringen los te krijgen, et cetera. Grotere stappen te kunnen zetten. Want een koop van een nieuw vliegtuig, dat praten we niet over weinig geld. Daar praten we etterlijk een miljoenen en miljoenen. Het vliegtuig heet Pride of Suriname. Waarom hebben jullie dat zo genoemd en wanneer is zijn eerste, is dat zijn eerste vlucht, inaugurele vlucht? Ja, de Pride of Suriname. U mag, kijk, wij vliegen na bijkans 3 jaren, zullen wij straks weer zelf de operaties richting Amsterdam inzetten. En dat is de Pride. Kijk, dit is het grootste vliegtuig dat hier in Suriname door een Surinaams bedrijf wordt bevlogen. Ja? Daarom dat wij daar trots op zijn. Het is ook een boost voor Suriname, niet alleen maar voor de SLM. Het straalt respect uit, zo'n vliegtuig. Dat is hem, Pride of Suriname. Hoe staat het met de SLM? We zijn nog bezig wat formaliteiten af te ronden. Ik zou u zeggen dat niet met CASA, sinds de certificering is al afgerond. We zijn nog even bezig wat zaken, formaliteiten af te ronden met EASA. Het vliegtuig helemaal technisch klaar te krijgen. En ik denk dat we over dagen praten. Ik kan nog geen exacte datum noemen, maar u hoort het spoedig van ons. Ja, mag ik uw naam ook weten? Ik ben Steven Gonesh, de waarnemend directeur van de SLM. Gonesh, ook goed om te weten. Hoe staat het met die andere vliegtuigen? De andere vliegtuigen? Ik denk dat nu, natuurlijk vandaag is woensdag, onze 737-800 die is op de vlucht Aruba-Curaçao momenteel. Deze staat hier en ik denk de derde. Die is op komst. Dus ik denk dat u daar binnenkort wat meer over hoort. We plannen voor juni, maar we moeten even kijken. We zijn nog bezig met de lessor. Hij staat in onderhoud in Maleisië. Dus daar, dat proces moet ook even netjes afgerond worden. En dan maakt hij de overtocht naar Amerika. En dan vanuit Amerika naar Suriname. We hebben ook de opdracht gekregen van de president om pakketten aan te bieden, om redelijke prijzen aan te bieden. Gaat het u lukken, denkt u? Want mensen vragen hier, die luisteren, met name de diaspora. Hoe zit het met ticketprijzen? Ja, zeker. Kijk, de ticketprijzen, ik denk dat de SLM dat heeft kunnen laten zien. Dat we over het algemeen, ik kan niet zeggen altijd, over het algemeen de redelijke ticketprijzen heeft blijven aanbieden aan het reizend publiek. Ik denk dat we ook een neutraliserende factor zijn als het gaat om anderen die vliegen op Suriname. En die daardoor ook geneigd zijn om de tarieven onder druk te houden. Maar nee, er zijn meerdere maatschappijen. We hebben Gol die vliegt, we hebben noem maar op. Maar de diaspora van ons is meestal in Nederland, hè? In Nederland, ja. Zeker. Maar ook de Nederlandse reizigers hebben andere alternatieven om naar Suriname te komen. Dus ik zeg, kijk, wij zullen dat natuurlijk met beide armen aangrijpen. We doen dat al. Er zijn van tijd tot tijd actietarieven die de SLM aanbiedt. Weliswaar zijn we ons ook van bewust dat met actietarieven alleen je de luchtvaartmaatschappij niet in de lucht houdt. Ja, vliegen is heel duur. En zoals ik eerder heb gehoord van de CEO van EasyJet, dat is een low-cost carrier. De goedkoopste tarieven zoals die er waren jaren geleden, die komen niet meer terug. Maar dat wil niet zeggen dat wij alles eraan zullen blijven doen om de tarieven zo betaalbaar mogelijk te houden voor het reizend publiek. Gekwalificeerde piloten? Altijd. Ja, ik heb... Je bent ook piloot, hè? Ik ben gezagvoerder geweest voor een aantal jaren, zeg bijna 4,5, 5 jaar. Oké, dus u bent ervaringsdeskundige. Oh, dat is fijn om te weten. De SLM heeft een piloot als directeur. Ja, SLM heeft een piloot. Waarnemend directeur. Waarnemend, ja.
waarnemend directeur, Stephen Gonesh. Dank je. Alsjeblieft. Goeiedag, heren. Goeiedag. Zo. Wie zit er hier allemaal? Randy Gummels van de SLM. En dit is de captain. Pascal, hallo. Wat is jouw naam? Pascal, Tuesca. En hier zit? Andrele Dorini. Yes. Mijn naam is Randy Gummels. Ik ben werkzaam bij de SLM. Dit is een A340-300, nieuwe aanwinst van de SLM. We hebben een paar maanden terug een 737 mogen verwelkomen. Het is een mooi moment voor de SLM. Gezien de afgelopen 3 tot 4 jaar met de COVID-periode en het moeilijke vaarwater waarin de SLM zich begaf. Is het moment waar wij weer beginnen te vliegen met onze eigen vloot en langzaam uit het dal kruipen, moet ik zeggen. We zijn er nog niet, maar dit is het begin om uit het dal te kruipen en daarna de ladder op te klimmen. Good times ahead dus. Ja, zeker. Captain, do you also want to say something? Would you also like to say something, Captain? No. Yeah, what do you want to say? Tell me. Yeah, feeling very nice. It's a nice experience, a nice company, and a broad future for us. Yes, thank you. Oh, en jij bent? Ik ben Andrele Dorini. Ja, wat ik ook wil zeggen van de SLM. Nou, is een mooie aanwinst. En wat ik ook wil wensen is succes voor het bedrijf. En ja, nog meerdere vliegtuigen te komen. Ja, dat is. En jij bent van de SLM? Nee. Wat is jouw naam weer? Andrele Dorini. Succes, heren. Hoe voelt het zich? Het is een prettig gevoel. Ja, heel prettig gevoel. Ja. Happy. Ik kan niet wachten om zelf erin te vliegen. Hoeveel mensen kunt u? Gaan jullie hier opvangen in het vliegtuig? 200 zoveel. Ja. Ja. Is dat niet veel werk? Nou, we kunnen het aan. We verwelkomen de mensen met trots. Wat is uw naam, stewardess? Bernice. Ja. Succes, Bernice. En gefeliciteerd. Oké. Okay. Oh. Dat is de minister van TCT. Die zit in een interview. Dus dan gaan we even doorlopen door het vliegtuig.
Ziet er best wel comfy uit, hè? En dit zal dan de economy class zijn. Zo, dat was het voor deze live streaming. We gaan er zo uit. Bedankt voor het kijken.